gewoon heel langzaam ga ik erover doen. Doe het, is dat niet pijn? Het doet geen pijn. Nee? Het is lekker. Ja. Dit is je normale gezicht, hè? Ja. Ja, alrighty. Prins Willem-Alexander. Koning. Wat zei ik? Prins. Jongens, 27 april. Woningswoord in plaats van koningswoord. Supergoed gevonden, diegene die dat heeft gedacht. 7 rondjes voor tijd van 400 meter rennen. Of de andere op je variaties die we erop gaan blaren strakjes. 21 walking lunges. Of op de plaats, maar dan gaan we straks ook even blaren. 15 pull-ups of zijn varianten, gaan we ze ook even blaren. En 9 burpees. In principe kunnen we deze allemaal doen zo goed als op de plek waar je bent. Behalve met het rare rennen. Maar daar hebben we een oplossing voor. Stel dat je op de plek wil blijven. 7 rondjes, zo snel mogelijk. Via Zoom. Dus we zijn er eventjes mee bezig. Maar het wordt hartstikke leuk, denk ik. Hartstikke leuk. Cool. Voor het 400 meter rennen zouden we ook eventueel 1200 meter op de assaultbike kunnen doen. Zet hem in beeld, dat wij allemaal even mee kunnen kijken als je een assaultbike hebt. Of je kunt 500 meter roeien. Zet hem in beeld, zodat we mee kunnen kijken of je een beetje aan het meeroeien bent. 500 meter. Of je doet 180 jump rope speed rope dinges, jump sprints. Wappelen met dinges, dat die. 180. Of doen we maximaal 2 minuten rennen op de plek. Of doe eventueel 2 minuten maximaal jumping jacks op de plek. Wil je nog iets geks doen wat ze kunnen doen? Nee, is wel goed. Ja, is wel goed. Dus dat doe je voor het 400 meter rennen gedeelte als je niet wil rennen. Dan hebben we de lunges. Voor de lunges. Doe je dit. Met andere woorden, romp rechtop, knie tikt de grond aan en je staat weer rechtop. Stel nou dat je niet wil lopen door de zaallijn, kun je het ook op de plek doen. Stap naar voren, stap terug. Stel dat je dat niet wil doen, wat voor reden ook, zou je eventueel nog air squats kunnen doen op de plek. Ja, het zou kunnen. Maar liever gewoon die andere. Cool. Pull-ups. Moet je er ook een paar voor doen. Wat is een pull-up? Dit is een pull-up. Armpjes gestrekt, kinnetje erboven. Natuurlijk ga je ze niet strikt doen, dus je gaat ze waarschijnlijk op zijn minst skipping doen. En als dat goed gaat, zou je, en je hebt de techniek, zou je eventueel butterfly kunnen doen. Butterfly. Oh, precies. Die zou ook kunnen doen. Kun je geen van die omdat je geen pull-up stang hebt? Niet omdat je niet het vermogen hebt om het niet te doen, maar omdat je het gewoon niet kan doen omdat je dat niet hebt. Kun je eventueel ring rows doen? We hebben ook de versie laten zien dat je die haak aan de deur kunt klikken. Armpjes gestrekt, duim tegen je borstkast aan. Hoe verder je voeten naar voren, hoe moeilijker. Hoe verder je voeten naar achteren, hoe makkelijker. Zorg ervoor dat je met je duim je borstkast aantikt. Wat we ook zouden kunnen doen, zijn die body pulls met, die handdoek, met een handdoek tussen je deur, knoop aan de achterkant en dan die doen. Lijkt op ringrows heel erg. Wat je ook zou kunnen doen zijn bent over rows. Kan één kant arm, kan met een dumbbell, kan met een kettlebell, kan met twee koppen van een dumbbell of koffer vastpakken. Doe je ook bent over rows, kan met een stang, kan met een tas. Alle objecten die je kan verzinnen. Wij hebben gekozen vandaag voor deze koffer. We hebben een reden waarom we dat hebben. En dat waren ze toch voor de pull-ups? Ja. Ja. En dan hebben we de burpees, jongens. Een burpee is niks anders dan van rechtop staande positie helemaal naar beneden. Pas op voor de... Ja, precies die. Kom omhoog. Spring en klap. Helemaal opstrekken. Je staat niet onder het tafeltje. Helemaal omhoog. Helemaal top. Stel dat je last hebt van je rug, op wat voor reden ook. Je wilt helemaal, niet helemaal naar de grond. Ga je down and ups doen. Met eventueel een sprongetje. Of down and ups zonder dat sprongetje. Een stapje naar achteren, een stapje naar voren. Stel dat jij bij jezelf denkt van, ah man, het springen naar voren, springen naar achteren is veel te intensief. Doe je dus wat hij net doet, dat is dat stappen naar voren, stappen naar achteren. Springen daarentegen is wel wat intensiever en dat is eigenlijk hoe we die burpees zouden willen zien. Is dat 100 man. 100 man? Even kijken of je aardig zijn. Hey, Ilaria. Ilaria is morgen 27. Het is nu 27. We hebben de 26e prima. Kijk! Oh, wacht, ik moet eerst een beeld zijn. Gaan we op. Wat is er nou? Gaan we op. Kijk mensen, we hebben 2-jarigen vandaag. De eerste is... Wim Lex. Wie? Wim Lex. Wim Lex? Wim Lex. En we hebben... Ik ga Wim Lex noemen. Wim Lex? Nee. Ja, koning Willem-Alexander, hartstikke gefeliciteerd met je verjaardag. En... We hebben Ilaria. Ilaria, gefeliciteerd. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de Wat een bloed. Ah!
zo jammer dit. Ja! In de glorie. Ja! Hier ben de biep! Hey! Hier ben de biep! Hey! Hier ben de biep! Hey! 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 Hey!